vraag van? Ben ik Remmen. Smeerlap. Wat denk je met John Yeboah die op het laatste moment erbij is gekomen? Zagen we gelijk in zijn eerste wedstrijd toen hem scoorde ook zijn kwaliteiten. Alleen bij jonge spelers is het vaak dat ze het constante moeten vinden. En, Elia Soriano die, heeft de eerste weken moeilijk gehad, een nieuw elftal, een nieuw team. Dus een andere manier van spelen, hij kwam van Polen. Maar hij heeft wel de kwaliteit, vind ik, om onze echte spits te worden. En hopelijk zo snel mogelijk. Ja, nog iets anders, omdat nu ben ik nog meer eigenlijk assistent dan vorig jaar. Dus heb je nog iets meer verantwoordelijkheid en dan probeer dat zo goed mogelijk in te vullen. Bekijk even de budgetten en dan weet je exact wat het verschil is. Ik denk, met Stan Valks heb ik altijd al een heel goede band gehad na mijn sportieve carrière. En dat is eigenlijk doorgezet, ook in die tijd dat ik bij Aston Villa einde carrière kwam door die blessure. Heeft hij mij terug opgepikt bij PSV, was toen actief bij PSV. En we zijn eigenlijk blijven contact houden en hij wou mij al 2 jaar geleden naar VVV halen in de winterstop. En dan is het vorig seizoen gebeurd. Ik denk dat Peter van Nooy heeft wel al laten zien dat hij een geweldige rechtervoet heeft. Dus hij komt dan dichtst in de buurt, denk ik. Dat is meer lap. Ik denk dat hij dat ook al weet, als hij terug naar, nu dat hij in de Emiraten zit, die oliedollars daar binnenstrijkt, zal hij wel exact weten dat hij zal ook wel enorm bekend nu zijn voor zijn familie in Togo en zo, die hij volledig toch zal onderhouden. Maar ik heb me nog nooit als een legend gevoeld, dus ik voel me gewoon als een Belg, een Zonhovenaar die Belgisch Limburg woont en ik voel me niet meer als iemand anders, dus zo ben ik niet opgevoed. Nee, ik zou niet van VVV, maar ook niet ergens anders. Ik denk niet dat dat mijn kwaliteiten zijn om een hoofdcoach te zijn. Mijn kwaliteiten liggen daarnaast. Ook even heel individueel met de spelers omgaan. Maar nee, dat is niet mijn ambitie. Ja, geweldig. Nee, dit is nu mijn tweede seizoen en ik heb mij nog geen seconde verveeld hier. Dus ik ben eigenlijk wel blij om bij deze club te zijn. En ja, het is toch een heel echte club. Veel voor vrijwilligers die hier werken en zo. En iedereen heeft elkaar nodig en dat maakt de club net zo mooi en zo sterk. Dat is niet één, ik denk dat moet ik er meerdere noemen, maar dan komen zeker Van Nistelrooy en Ronaldo als eerste bij mij naar boven. Ja, dat is via Stan Valks gegaan. Een paar keer vriendschappelijk meegespeeld en uiteindelijk daar aangesloten omdat ik nog altijd prettig vind om op een voetbalveld te staan. En ik denk, zolang als ik dat kan, wil ik dat doen. De tijd zal ook wel minder en minder komen met, gezien de leeftijd die ik nu heb. Maar ik probeer er nog iedere zondag met volle teugen van te genieten.